Yo, wat's op gasten, wat's op vrienden gamers. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een game reviewen, namelijk Luftoff. Het is eigenlijk al een maand uit, maar ik heb niet gerecord omdat ja, het gewoon niet. Ja, ik kon het gewoon niet recorden. Simpeler één, ik had geen deftige controller. Die ik by the way nu wel heb. Dus check deze video vooral even uit en let's go! Dus, zoals jullie weten, de game waar ik nu in zit is Luftoff. En Luftoff is eigenlijk een game waar je met drones vliegt. Maar vanuit een ander perspectief. Voilà, ik kan niet meer praten. Dus, wat is er op dit moment alleen maar in de game? Dat is singleplayer. Multiplayer is er nog niet. Maar in singleplayer is er tutorial, free flight, race is er ook nog niet. Workbench en trackbuilder. De tutorials is eigenlijk, daar kan je eigenlijk leren hoe je moet vliegen met je controller, want het is soms wel moeilijk. Dan heb je free flight, dat is gewoon vrij vliegen. En er zijn ook tracks, en dan de races gaan er eigenlijk op ingaan, maar dan gaat dat met de tracks zijn. Workbench is eigenlijk je drone maken. Er zijn er niet zoveel onderdelen, maar toch al genoeg. En trackbuilder is dan natuurlijk gewoon je eigen race bouwen. Ik ga op free flight gaan, want dat is eigenlijk gewoon het makkelijkste om te doen. En ik ga op, ik weet het eigenlijk niet. Zou ik op Pine Valley gaan? Ja, ik ga op Pine Valley gaan. Gewoon, ik vind het een leukere map. En dan heb je ook nog minus 2, maar die is echt moeilijk. En dan de andere is eigenlijk heel makkelijk, want er is eigenlijk bijna niets in die map. Dus, hier zet ik mijn brilletje op. Zet die bril maar op. Oh ja, ik heb mijn muis eigenlijk niet nodig. Ik heb mijn controller nodig. En je hebt verschillende modussen. Dit is de modus waarin de piloot het zou zien. En dan heb je deze modus en dat is gewoon high quality zoals het er in het echt zou uitzien. Natuurlijk is het niet zo in het echt. Maar ja. Dat is niet echt nodig. Dus we gaan eerst een beetje rondvliegen. Ik was even uit de fly zone. Ik vind het spijtig dat er maar zo weinig plaats is om te vliegen. Ik denk dat dat wel nog gaat aangepast worden. Ah, hoop ik toch. Anders. Oh, dat had ik beter niet gedaan. Oh, oh, oh. Het lijkt me best nog moeilijk om, om zo te vliegen. Moet ik zeggen. De tracks zijn eigenlijk ook nog best wel moeilijk hoor. Maar ja, het is eigenlijk gewoon leren. Je moet ermee leren vliegen. Zoals je ziet, zo kan ik sneller draaien. Een gelijk hier en daar. Maar dat zou kunnen door mijn recording. Dat weet ik niet. Het is alleszins niet door de game. Maar ik heb daar straks zitten spelen en toen ging het perfect. Ook de game is alleen maar bestuurbaar met een controller. Dat kan een PS3 controller zijn, dat kan een Xbox controller zijn. Of een Logitech, of I don't know wat er eigenlijk allemaal is op de markt van tegenwoordig. Echt een super chill spel. In de beschrijving ga ik ook de link zetten. Van het spel, het is verkrijgbaar op Steam, Luftoff. De game denk ik, of... Ik weet niet hoe het juist noemt op Steam. Ik denk gewoon Luftoff. Maar ja, ik denk dat als je de game zou kopen, dat zou de makers echt een heel groot plezier doen. Het spel is te koop voor 20 euro, dacht ik. Dus het is een best acceptabele prijs. Je hebt ook games die gewoon 50, 60 euro kosten. Maar ik vind deze game zijn prijswaardig. Ik denk dat er niet veel gameplay zijn van Luftoff. Dus daarom ook dat ik er reden maak. Omdat het gewoon een chill spel is. En je hebt een meter waarop je kan zien hoe hoog je zit. Wat eigenlijk best wel goed is.
Even wat dalen. Zou ik wat stijgen? Ja, een beetje. Ik vraag mij af, zou ik wat dichter bij de grond gaan vliegen? Ik denk het wel. Ik ga het eens proberen. Natuurlijk moeten we het gewoon eens uitproberen. En zoals je ziet, mijn propellers kunnen kapot gaan. En ja, hier zijn mijn propellers dus kapot. En is de game natuurlijk ook tussen aanhalingstekens over. Maar zoals je ziet, ik kan eigenlijk gewoon blijven spelen. Dus Oh. Ja, oké. Okay. Echt respect voor degene die dit in het echt doen. Want dit is natuurlijk ook een... Ik zou niet echt zeggen sport, maar... Er zijn mensen die dit dus in het echt doen. Oh, ik ben blijkbaar uit de zone. Maar dat maakt niet uit, want ik duw gewoon op mijn linkertoets en dan ga ik er direct uit natuurlijk. Ah, eindelijk. Kijk, dit is eigenlijk goed. Het is een manier van vliegen. Je moet het eigenlijk leren, denk ik. Oh, ja. En natuurlijk bots ik dan gewoon direct tegen de rand. Ik ga nog één keer proberen vliegen. Ah, dat is wel spijtig, want ik was goed bezig. Maar, whatever. Ik ga eigenlijk de game hier leaven. Want tot nu toe kan je nu nog niet zoveel meer doen. Behalve de workbench dan kan je alles aanpassen van je vliegtuigen natuurlijk, van je drones. Maar vond je deze video dus leuk en de game natuurlijk ook? Vergeet dan vooral niet even een like achter te laten. Deel deze video ook zeker even met je vrienden. Er zijn zeker nog bugs in deze game, maar daar is een community natuurlijk voor. En ik dacht dat er ook nog ergens was waar je kon reporten als er een bug was. Maar tot daartoe. Vergeet ook vooral niet even te abonneren. Als je nieuw bent, dan weet je altijd wanneer we een nieuwe video hebben geüpload. Vergeet ook vooral niet even onze social media te liken of te volgen. Daar zie je altijd wanneer we livestreamen. We livestreamen elke dag, waarschijnlijk altijd 's avonds. Dus check onze Facebookpagina zeker eens uit. En dat is eigenlijk nog één ding. Dikke, vette, peace!